Hé, die man die ken ik. Dat is Armand. Hij weet alles over haarverzorging. Welke producten passen het beste bij jouw haar? En hoe gemakkelijk is het om je kapsel zelf te stylen? Armand geeft praktische tips aan voorbijgangers en gaat op zoek naar een kandidaat voor het kapselrad. Natuurlijk, populair! Zou je een haartip willen hebben? Ja, eigenlijk wel, ja. Wat mist u? Nou, een beetje stevigheid in mijn haar. Ik heb hier een goede haarlak, een klein beetje aanbrengen, wat dichter op de huid. En je hebt direct volume. Zal ik het even uitproberen? Ja. Nou, als je dat even wilt doen, ja, kijken. Dat is inderdaad wel een stuk stevig. Ja, veel. Ja. Ik zou hem haar wat stijler willen hebben. Maak je ook gebruik van een stijltuin? Nee. Dat schijnt niet echt goed te zijn, volgens mij. Als je beschermende producten van tevoren erin doet, dan kan je het gerust stijl maken. Mits de stijltang maar van 100% keramiek is. Oké. Okay. Ik mis echt totaal volume in mijn haar. Dus dat zijn ook de keren dat ik dan soms denk, nou, ik doe maar even gauw een puntje op. Ik heb hier een volumemoes. Dat vormt een laagje om je haar. Geeft glans en extra volume. Ja, even met de vingers op de haar. Die Armand weet toch van alles, hè? Nu heb je tenminste volume. Nou, geweldig. Ik ben hartstikke blij. En dan nu, de grote metamorfose. Wie durft? Durft je aan een kapselrad te draaien? Huh? Aan het kapselrad? Ja. Maar ik ben nu aan het werk. Nee. Ja, goed. Doe maar. Oké, ik zou zeggen, loop met me mee. Hé, wat fijn. Bianca is 29 jaar en sinds 5 oktober de trotse mama van dochtertje Isabel. Wat vind je van je huidige kapsel? Nou, sinds dat ik zwanger ben geweest, is het erg futloos geworden. Wat zou je absoluut niet willen? Geen pony en niet al te kort. Daar gaat hij. De Dordrecht-show is er niets bij. Ik hou het niet meer. Wat wordt het? En? Hey, kort en stoer! Daar kan ik wel wat mee. Oké, gaan we doen. Bianca wil het niet al te kort, maar ja, wie Armand zegt, moet ook bezig. Vind je niet? Ja, vind ik ook. Ja, spreek je Armand niet tegen, hoor. Ga je haar straks borstelen na het wassen, om te voorkomen dat het onnodig beschadigt. Ga ik een anti-haarbreuk conditioner gebruiken, verrijkt met vitamine A en E. Bianca's haren worden gewassen, gespoeld, geknipt en bekeken. Ja, Bianca, iedereen is nieuwsgierig naar het nieuwe kapsel. Vriend Casper ziet het met ledenogen aan. Hoe zit het ook alweer? Houden de meeste mannen nou van langer? Ja. De dames zijn in elk geval enthousiast en Bianca, die lacht ook nog steeds. Maar vlak de vriend niet uit, want die houdt alles nauwlettend in de gaten. Ach, Casper, ja. Kijk. Ja, ziet er leuk uit. Gelukkig. Nou, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Bianca, daar ga je! En? Gaaf. Veel voller. Zal ik je een thuistip geven? Ik heb een definer, dat is een dikkere polish. En ik zou zeggen, probeer hem even, want dan kun je meer accent in je haar geven. Dat het kan, hè. In een handomdraai, een nieuwe look. Nou, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Lekker vlot, hele verbetering. Top. Nou, heel veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Dat gaat zeker lukken. Doeg. Doeg. Schitterend.